U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel bewolking op de meeste plaatsen. Hier en daar even een opklaring met nog een klein beetje zonneschijn. Maar in het algemeen grijs. Er is niet heel veel neerslag gevallen. En de bewolking kunnen we goed zien vanaf de satellietfoto. Die bewolking trok vanaf de Noordzee over ons land. En we zien op de Noordzee ook nog wel het nodige aan bewolking klaar liggen. En dat betekent voor de komende 24 uur dat er nog niet heel veel gaat veranderen. De windrichting blijft namelijk noordwest. En dat betekent dat al die wolken uiteindelijk nog over ons land land gaan trekken. Goed, voor de nacht betekent dat dat het grijs blijft op veel plaatsen. Hier en daar even een opklaring. In de avond hebben we temperaturen van een graad of 14. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 10. Misschien dat het in het zuiden wat meer opklaart. Maar daar is ook alles mee gezegd. De wolken houden over het algemeen toch echt de overhand. Net als overdag. Morgen hebben we temperaturen van zo'n 17 graden. Bewolking op de meeste plaatsen blijft het droog. En hier en daar weet de zon dan nog net even een gaatje te vinden. De kans erop is het grootst in het zuiden van het land. De wind waait uit een noordelijke. Richting is meest matig kracht 3. Maar dan gaat de wind aan het eind van morgen gaat draaien naar het noordoosten. En dat betekent voor de dagen die volgen dat het weerbeeld er toch echt anders uit gaat zien. Vanuit het noordoosten geen aanvoer meer van wolkenvelden, de zon krijgt meer ruimte en de temperatuur loopt op naar 20, misschien wel 21 graden. Mogelijk valt er zaterdag in het zuiden een enkel buitje, maar de kans erop is klein. En ook zaterdag vaak zonnige perioden en temperaturen boven de 20 graden. Die hoge maxima houden we voorlopig vast. Na het weekeinde blijft het kwik boven de 20 graden uitkomen. En er zit een behoorlijke zaagtand in deze lijn, in deze grafiek. Verschillen tussen dag en nacht zijn tamelijk groot. En dat betekent dat er vaak opklaringen bij zitten. De spreiding is niet zo heel groot. De onzekerheden zijn daarmee dus ook niet groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.